video. Hey! Vandaag ben ik samen met Teske. En Teske zullen jullie ongetwijfeld wel kennen. Wij gaan vandaag een soort van challenge doen die ik eigenlijk zelf heb bedacht. Ik noem het Face Swap. Want je hebt ook die app op je iPhone, wou ik zeggen, gewoon op je telefoon. En dan kun je gezichten kun je van elkaar verwisselen. Dus dat Teske mijn gezicht heeft en ik Teske's gezicht. Nu zijn we alle twee best wel verschillend qua make-up. Ik ben heel erg van de felle lipsticks. Ik draag veel meer foundation dan jij. Teske draagt bijvoorbeeld weer eyeliner, draagt wel eens oogschaduw en dat soort dingen. Daarom denk ik me heel erg leuk om gewoon elkaar op te gaan maken. Hoe je jezelf zou opmaken, zeg maar. Dus Teske gaat mij opmaken als zichzelf. En ik ga Teske opmaken als mijzelf. Ja. Dus dat gaan we doen. Ik ben echt super benieuwd, inderdaad. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Maar ik doe bijvoorbeeld ook mijn wenkbrauwen echt best wel dik en sterk. Ja, en ik heb hele woeste wenkbrauwen. Dus bij jou moeten ze sowieso ongelijk. Want mijn wenkbrauw is eigenlijk niet... Ik heb mijn make-up tasje meegenomen. En daarin zitten... Nu echt een aanval gewoon. Ze zien je half de woonkamer voorop aan het halen. Komt goed. Oké, ik heb Pip heel even naar boven gebracht. Want die was hier ondertussen de halve woonkamer aan het afbreken. Maar waar waren we? We hebben dus alle twee onze make-up tasjes bij ons. Gaan we het tegelijk doen? Of? Dat lijkt me moeilijk. Gewoon ons de beurt steeds een ding. Dat jij mijn foundation doet en ik jou. Ja, dat is wel een goed idee. Ja, dat dacht ik ook. Oké, wie begint er? Jij. Jouw video. Oh mijn god. Oké, ik gebruik dus altijd de Forever Foundation van Dior. Van de kleur 022. Dit is de best matchende foundation met mijn huid. Onze huid? Ja. Ja, jij bent iets meer... Maar ik moet wel altijd mijn hele nek zo inspringen. Nee, goed. Ik gebruik best wel wat foundation omdat ik hier... Dat zien jullie waarschijnlijk niet. Ik vind dat zelf gewoon vervelend. Ik ben verbrand geweest en hier heb ik allemaal sproeten. En hier op mijn voorhoofd ook, omdat ik daar pigment ben verloren. Dus ik gebruik altijd best wel wat foundation. Heb jij het niet nodig, maar ja, je bent nou mij. Ja, ik ben nu Jill. Oh mijn god. Maar dat is... Oh jeetje, ben iemand... Het voelt echt lekker koud. Bij iemand anders is dat altijd een beetje anders wel. Ja, soms dan maak ik ook iemand op en dan denk ik van, ik maak precies dezelfde look als bij mij. En dan denk ik, lijkt wel opeens alsof ik niet meer kan make-uppen. Ja, nou zo voel ik me nu ook echt een beetje, alsof ik echt aan het verven ben. Echt heftig. Is het heel oranje wat je dacht? Nee, het is niet heel oranje, maar je ziet het wel. Ik ben gewoon ook echt zo over mijn wenkbrauwen heen. Schilderen. Dat is dus de reden waarom ik nooit een beautyblogger ben en ook nooit zou worden. Ik wil echt niet wachten totdat ik mezelf in de spiegel kan zien. Echt nu al niet meer. Even je mond dicht. Ook gewoon overheen kwatsen. Het lijkt alsof ik aan het sminken ben. Het lijkt veel donkerder op het schermpje. Het lijkt mijn tanden wel heel wit, volgens mij zo. Ja, dat is gewoon de reden waarom ik het altijd doe. Ik gebruik de laatste tijd de T3 BB Cream van The Body Shop. T3 werkt echt super goed voor puistjes. En ruikt echt smerig. Oh! En ja, ik was vroeger beauty blogger vlogger. Nu niet meer, dus ik doe het echt heel amateuristisch. Met mijn vingers. Dit is wel ongeveer wat ik aanbreng. 50 pompjes PS. Een druppel. En zelfs heb ik hier vaak te veel aan. Maar het dekt best wel goed hoor, voor een BB cream is het gewoon. Oh, ik snap wat je bedoelt met de geur. Ja, het is gewoon een heftige geur voor iemand die... Het is een beetje een natuurwinkelgeur. Ja, dat is een goede vergelijking. Oh, ja, foundation! Is dat erg? Ja. Ik ben echt nu bij jou aan het opsmeren en dan denk ik echt zo van... Ik vind al dat ik nu veel heb gepakt voor jou. Eigenlijk had ik je hals ook nog mee moeten nemen. Nou heb ik echt zo'n witte nek. De achterkant is waarschijnlijk echt... Super wit. Wat ga je nat maken? Oh, de Beauty Blender. Oké, het volgende wat ik altijd gebruik is een concealer. En ik gebruik momenteel die van Maybelline New York. Deze heb ik gekocht in Berlijn. Die is niet in Nederland te koop. Het ziet er ook wel heel erg ranzig uit. Futuristisch uit. Ik wilde niet ranzig zeggen, maar alsof het uit de toekomst komt. Omhoog kijken. Ik doe altijd gewoon een beetje zo. Geen idee. En doe altijd op mijn neus en hier tussen. En om mijn kin. Doe ik het zo gewoon een beetje erin deppen. Het is voor jou toch allemaal vreselijk. Oh, het heel donker is ook deze concealer. Nee, de concealer is juist weer een stuk lichter. Oh. Maar goed, de concealer zit erop. Ik weet niet of jij ook concealer gebruikt. Nope. Je gebruikt verder nooit concealer. Oké, dan ga ik het afpoederen. En dat doe ik met MAC Prep & Prime. Deze is bijna op. Ik heb al een nieuwe. Oh, deze heb ik vroeger ook gehad. En dit is zo'n fijne. Ja. En het ergste is... Ik heb hem niet opgemaakt, maar op een gegeven moment liet ik hem vallen en toen was hij helemaal een duizend stukjes. Ja. Oké, ik ga je nou dus afvoeden. Ik doe altijd gewoon een beetje gewoon
poederen. Een beetje niet meer glimt en zo. Ja. Ik moet zeggen dat het bij mezelf altijd een beetje anders is wel. Wow. Ja, toch wel. Maar goed, ik vind het wel goed zo. Ik ga ook afpoederen. Verschil moet er zijn. Ik doe het met een poeder van Catrice. Maar het is wel heel fijn. Op een of andere manier, ik weet niet waar mijn poederkwast is. Die is met de verhuizing is die echt gewoon kwijtgeraakt. Dus ik gebruik echt een mini kwastje. Maar het is zijn werk. Ja, duurt iets langer. Zodat het lekker mat wordt. Ik ga nu de wenkbrauwen doen. Ik gebruik een poeder van Benefit 2. En ik gebruik zo'n schuin afgesneden kwast. Jullie kunnen het niet zien, maar er zit echt zo'n deuk in de poeder. Ja, ik zie echt dat je dit echt flink hebt gebruikt. En ook altijd op dezelfde plekje kwast neerzet. Ja, een beetje jammer is dat. Oké, dit wordt wel echt een lachertje hoor. Ik ga je volledig, Jill. Dat zou ik niet doen. Ik heb een erg sterke relatie met mijn wenkbrauwen, dus... Dat is te erg. Gelukkig kun je douchen hier. Nou, jouw wenkbrauwen zijn zo donker dat het komt, zeg maar, je hebt toch een bruin randje eromheen. Je ziet gewoon niet. Ja, je ziet het bijna niet, nee. En ik ben sowieso echt falend hierin. Ik vind wel, voor iemand die steeds zegt van, ik ben niet zo goed met make-up, heb je wel echt super mooie make-up spullen allemaal. Ja, omdat je probeert het wel. Ja. Ik heb een beetje woeste wenkbrauwen, dus ze moeten een beetje ook... Oh, oké, okay, ga ik echt gewoon niet mijn wenkbrauwvorm volgen. Kloddertje hier, kloddertje daar. No problem. Oké, okay, dan ga ik jouw wenkbrauwen echt super strak maken, want ik doe die van mij altijd echt best wel strak. Maar dit is dus het ding. Dit is de kleur van mijn wenkbrauwspul. Het is goed dat ik niet meer met de trein hoef te reizen, dat ik gewoon met de auto... Gewoon lekker naar huis kan. Oké. Okay. Yeah. Maar dan hoop ik niet dat dit echt je hele look verpest. Ik doe echt altijd heel strak. Het geneest zo gek die kleur bij jou. Ik ben nu echt er finaal misgegaan. Wat ik ook doe, is ik maak mijn wenkbrauwen altijd langer. Terwijl ik nu met mijn kwast zit, hier zo, daar is je wenkbrauw al lang gestopt. Maar ik heb hem nu gewoon langer gemaakt. Soms is je mijn wenkbrauw erin en ze heel knap uit, zou ik zeggen. Oh, je hebt zulke knappe wenkbrauwen. Oh, ik ga steeds mis. Omdat ik jouw vorm niet ken. Ziet er best normaal uit eigenlijk. Sorry, ik maak mijn zin niet af, maar je ene wenkbrauw is echt zo'n supermodel wenkbrauw geworden. En die andere is zo'n beetje zo... Dan is aan jullie de vraag, wat is de supermodel wenkbrauw? Dit misdraagt ze. Oh nee, ze heeft geplast zeker. Wat is er aan de hand? Hij zit te schijten. Echt? Ja. Maar waar is de haar? Ja, uit het raam. Nee. Je hebt niet stiekem in de spiegel of zo gekeken? Nee, heb ik niet. Nee, okay. Dat had ik wel kunnen doen, ja. Wat ik dan doe is altijd over wenkbrauwgel. Omdat het bij mijn mama en model gaat. Kwak het ook altijd zo er gewoon erop. Gewoon. Lekker veel. Vaak zit het dan boven mijn wenkbrauwen en dan ga ik gewoon de deur uit. Ja, het zit hier nou gewoon allemaal. Maar het voelt ook echt helemaal koud en nat gewoon om mijn wenkbrauwen. Wat is mijn volgende stap? Oh ja, schaduwbasis. Ja, nou zitten we dus soms niet meer op één lijn, want nee. Ik ben eerder klaar dan jij nu. Ja, en ik doe eigenlijk zeg maar alles van bronzer en highlighter doe ik als laatste. Ja, ik ook, maar daar kom ik nu dus aan. Oké. Okay. Ook schaduwbasis heb ik nog nooit op gehad. Dat gaat nu de eerste keer worden. Ik heb echt gewoon, toen ik minder met beauty ging doen, heb ik heel veel dingen schijf gekregen. Maar ik kan echt nog steeds geen oogschaduw of eyeliner dragen zonder een basis eronder. Dat is echt gewoon... No. Maar merk je dat verschil ook echt? Ja, dan? Echt enorm. Als ik dat niet draag, dan zit het gewoon, dan gaat het in je lijntjes zitten, weet je wel, van je ogen. Ik gebruik niet elke dag oogschaduw. Dit is wel een heel mooi palet. Ik wil eyeliner bij je opdoen en dan moet er altijd wel iets van oogschaduw onder, want anders dan gaat het dus echt vlekken. Oké, okay, dus we gaan... Ik ga wel een mooie glitterige bij je doen. Ik denk dat dat super mooi staat. Met de Saskia app. Ik ben helemaal Oh, sorry. Oh shit, ik kijk in de spiegel. Uit automatisme. Ik heb niet bewust, zeg maar, echt gekeken. Oké. Okay. Ik schrik er helemaal van. Oeh, dit vind ik wel spannend. Ik kan het bij mezelf echt super netjes en strak, maar... Okay. Ik blijf wel gewoon heel stil zitten. Ja. Het is ook zo, iedereen's ogen zijn anders. Dus als ik nu bij jou een bepaalde dikte doe... Dan zou het kunnen dat het bij mij heel anders is dan bij jou. Omdat zeg maar de vorm van je ogen is anders. En... best oké. Dit is zo gek, want als ik dit bij mezelf doe, dan is het echt niks meer aan doen. Klaar. En nu denk ik, had beter gekund. En mijn eyeliner is ook nog eens bijna op. Precies vandaag. Ja, ik moet ook ineens denken aan Merk die binnenkomt op Bibber op de poep gewoon. Zo grappig. Ik hoorde het echt zo, Ja, toen dacht ik, oké, het is het een of het ander. Het staat je best wel goed eigenlijk. Ik heb echt nooit eyeliner op. Oké, okay, dan ga ik nu... Ik krijg er warm van. Ik vind het best wel druk op mijn schouders gewoon. Nou ja, komt goed. We gaan nu bronzer. En ik gebruik die van MAC.
Oh ja. Ik doe al best wel heftig allemaal. Oké. Misschien dat je haren ook bruin worden. Kan. Doe je echt altijd zoals een visje? Ja. Daarvan dacht ik dus altijd van, ja, dat is echt bullshit. Dat zegt elke beautyblogger. En dat heb ik ook heel lang zelf gezegd. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, doe wat waarom zo. Doe ik dat eigenlijk? Zo, ik moet hem wel even een beetje afpoederen zien nu. Jezus. Beetje dit. Wat is hier gebeurd? Niks aan de hand. Oké, ja, ik doe dan daarna gelijk mascara eigenlijk. Je doet geen bronzer? Jawel, maar dat doe ik daarna pas. Oh, oké. En die gebruik je van? Catrice. Jet Lash. Catrice is echt eigenlijk mijn go-to merk. Samen met Kiko, daar heb ik ook wel veel van. Vind je dit niet eng? Ik vertrouw je wel. Oké, mooi. Bij mezelf zou ik nu echt zo... Maar bij jou doe ik nu heel voorzichtig. Ik knip ook heel vaak, zeg maar. Als hij dan aanbrengt, doe ik zo. Ja, hey, het werkt heel goed. Wow, nu is dat veel mooier. Hier ook. Ik vind het er echt lachelijk uitzien. Oké. Okay. Oh, ik doe normaal gesproken eigenlijk ook mascara voor de bronzer doen. Ja, dan ga ik dus ook mascara doen. Want dat doe ik normaal gesproken dus eigenlijk ook. Ik doe dat ook altijd als laatste. Ik vind het wel eng hoor. Probeer maar. Ik gebruik altijd Preliminary Lashes van L'Oreal. Oké, je moet ook knipperen, ja? Ja. Ik doe altijd vet veel mascara op. Maar eigenlijk doe ik dan nog een mascara eroverheen weer. Oké, doe het toch. Even kijken. Oh, ja, oké. Okay. Ik gooi het even voor. Deze gewoon een beetje shop. Het wordt er niet beter op. Ik stop ermee. Met de ogen ben ik klaar. Oké, eigenlijk het enige wat ik nog gebruik vaak is bronzer. Oh ja, en lipstick natuurlijk. Oh, je hebt bronzer, highlighter en blush in één. Ja, ik gebruik hem eigenlijk gewoon als bronzer. Maar ik kan hem wel gewoon over je hele wang halen. En je hoeft geen visje te doen. Oh. Dat doe ik zelf ook nooit. In een C'tje. Mooi glansje. Toppie. Ja, dan ga ik highlighter aanbrengen. Gebruik je nooit blush? Nee. Nou, ik hou van lekker een spiegel zijn. Dat je zeg maar jezelf bijna terug kan kijken. Top. Dan komen we voor mij bij het laatste onderdeel. Ja, bij mij hierna. Oké, okay, top. Ik gebruik niet elke dag lipstick, maar als ik lipstick gebruik, dan is het altijd een hele donkere kleur. Ik ben heel benieuwd hoe die jou staat. Dit is wel een look die ik zou kunnen dragen. Ja, top. Ik bedenk me nu dat mijn lipstick zit nog in de tas, dus die ga ik heel snel pakken. Ah. Ik ben echt benieuwd hoe ik eruit zie. Oh, en dan krijg ik echt gewoon die super felle op, hè. Ik vind dat je echt goed staan. Ik zweer het. En de lipstick die ik altijd gebruik, dat is Candy Yum Yum. Dus die gaan we opbrengen. Die is echt super fel. Oh ja, dit is inderdaad best wel een beetje eng. Dat is ook helemaal vierkant bij jou. Ja, dat is een beetje... Ik doe het goed op. Nou, het staat je wel vet tof, by the way. Ja? Ja. Ik zit alleen maar helemaal buiten de lijntjes te doen, zeg maar. Het zit echt gewoon... Een beetje jouw liplijn is het nu op mijn liplijn. Ik doe dat gewoon een beetje zo doen, zo. Ja, gewoon niet zo. Ja. Nou, we zijn af. Ik ben Teske. En Teske is ik ben Jill. Ja, nou moeten we eigenlijk de big reveal. Ja, ik heb een spiegel daar staan. Die kan ik wel pakken. Ja, ik ben best een beetje bang eigenlijk gewoon. Oké, wie gaat wie eerst laten zien? Kies jij maar, het is jouw video. Oké, ik eerst. Ik eerst kijken. Oké. Nee, kijk niet. Ik kijk alleen op het... Wow. Dit is anders. Dit is echt heel anders. Je hebt echt... Zo, die wenkbrauwen inderdaad. Ja, ze zijn wel heftig, ja. Voor bij jouw haarkleur en zo. Die ogen, die eyeliner vind ik wel vet. Maar daar zou ik dan echt gewoon veel meer mascara bij moeten doen. Ja, grappig. Want ik heb zeg maar hele lange wimpers. Dus eigenlijk doe ik altijd zo. Pip, 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 en ben ik klaar. 3, 2, 1. Wow. Wow, mijn nek. Holy shit. Maar dit is grappig, want ik heb echt een tijd, heb ik echt zulke dekkende foundation gedragen. En echt gewoon 3 jaar lang of zo. Ik was even vergeten hoe dat eruit zag. Wel heel mooi, die highlighter zo. En ik vind die kleur van die lipstick ook best wel cool. Ja, die staat je echt heel erg. Alleen mijn lippen zijn een beetje droog of zo. Ik vind mijn nek alleen. Het is echt zo van, even nog een beetje met de kwast, maar daarna echt hier helemaal niks meer. Ja, normaal gesproken doe ik het echt helemaal aan mijn hele shirt, zeg maar, meepakken. Ja. En je hebt hier zo boven me... Je hebt overal foundation gedaan, behalve boven mijn lippen.
Wow, maar wel grappig. En ik vind mijn wenkbrauw eigenlijk wel leuk. Eigenlijk gewoon heel natuurlijk. Ja, heel neutraal. Ik vind echt wel dat ik een beetje boos eruit zie. Ja, maar misschien hou ik daar ook wel een beetje van de boze look. Dit was wel echt super leuk. Ik vind het zo grappig hoe sommige dingen die je zelf doet dan bij een ander heel raar kunnen staan. Nou, wij zijn ook qua uiterlijk ook wel echt, jij hebt groene ogen en blond haar. Ja, en jij hebt bruin haar. Bruin haar en bruine ogen. Ik vond het wel echt super leuk om dat te doen. Ik ook. Dat was het eigenlijk. Maar morgen doe ik mijn make-up weer zelf. Ja. Ja, ik ben nog naar huis. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen of ik dit oplaat of zou ik toch zometeen een beetje zelf nog... Straks kom je binnen en dan schrikt Milan zich helemaal kapot. Ja, dat denk ik. Wie is dit? Teske, wat doe jij nou hier? Maar ik vond het in ieder geval super leuk om een keertje te proberen. En we hebben ook een video gemaakt op Teske, haar kanaal. Die komt nog online. Die komt aankomende maandag online. Ja, maandag. Ik zet alvast haar link van haar kanaal in de beschrijving. Dat was hem. Nou kun je dat gewoon in de gaten houden. Moet je even op Teske abonneren. En dan zie je vanzelf een video online komen die wij hebben gemaakt voor Teske. Dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil jou heel erg bedanken voor het meedoen. Jij bedankt. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei! Doei. Een beetje op je voorhoofd om je voorhoofd wat te verkleinen. Nou, dat is bij mij vrij onmogelijk, maar ik doe het altijd maar. En een beetje op je kin. Of op je kin. Op je, weet ik veel hoe dat heet eigenlijk.